Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze les bespreken we DNA, de opbouw, les 1. De lessenreeks DNA-opbouw bestaat uit drie niveaus. Op het eerste niveau bespreken we de nucleotide, de complementaire opbouw van DNA en de basisstructuur. Op niveau 2 gaan we dan dieper in. Op zo 1 nucleotide bespreken we de suikergroep, de fosfaatgroep en de organische basen. En dan op niveau 3 gaan we het hebben over de waterstofbruggen, waar die 5-accent en 3-accent vandaan komen en de antiparallele structuur van DNA. Desoxyribonucleïnezuur, oftewel afgekort DNA, de D die komt van desoxyribo, de N komt van nucleïne en de Z die hebben we niet, maar in het Engels is zuur acid en vandaar dus die A. DNA, desoxyribonucleïnic acid, dit is een belangrijkste biochemisch macromolecule dat de erfelijke informatie in een organisme met zich gaat meedragen. Alle bekende organismen hebben DNA. Virussen die vallen niet onder de levende organismen, maar ook virussen hebben DNA in hun cel. We zien dat DNA terug te vinden valt in de celkern van de cellen. Er is een kleine uitzondering met het materneel DNA dat we in de mitochondriën tegenkomen, maar in die celkern komen we dus het DNA tegen. Meestal gaat het DNA in de vorm van chromatine voorkomen. En enkel bij een celdeling gaat het DNA in de gecondenseerde vorm voorkomen, in de vorm van chromosomen. We zien dat elke somatische cel in het lichaam exact hetzelfde DNA bevat. Een somatische cel zijn alle cellen van het lichaam, buiten de voortplantingscellen en de kiemcellen. Voor de rest gaan we de totale som van het DNA, gaan we het genoom noemen, en we weten dat DNA een dubbele helix is, en dat zie je hier ook heel mooi. DNA bestaat uit een dubbelstrengs, een dubbele helix. En die dubbele helix die bestaat uit individuele bouwstenen. Eén zo'n individueel bouwsteentje is een nucleotide. Wij hebben in ons DNA 4 verschillende nucleotiden zitten. Een A, een C, een G en een T. En elk van die lettertjes die staan natuurlijk voor een naam. De naam van de moleculen. De A staat voor adenine. De C staat voor cytosine. De G staat voor guanine. En de T staat voor thymine. Eén opmerking, DNA is dubbelstrengig en DNA heeft dus die A, C, G en T. RNA is een heel klein beetje anders. RNA heeft maar één streng en bij RNA gaat het thymines omgezet zijn in uracil. Meer later daarover. Als we een DNA-streng van naderbij gaan bekijken, dan valt er jou misschien iets op. We hadden al gezegd dat de DNA-streng een dubbele helix is. Hier heb ik die recht voorgesteld, maar eigenlijk gaat die een beetje spiraliseren. Maar je ziet ook dat we bepaalde combinaties hebben die voorkomen en andere combinaties die niet voorkomen. We zien dat een T altijd tegenover een A staat en een C altijd tegenover een G. En dat noemen wij een complementaire structuur. Als we één kant van onze DNA-streng kennen, van de dubbelstreng, dan kennen we automatisch de andere kant. Want een A bindt altijd met een T en een C bindt altijd met een G. In volledige woorden, een adenine, de A, bindt altijd met een thymine, de T, en een cytosine, C, bindt altijd met een guanine. Een heel stom trucje om dat te onthouden is dat die C en die G, die zijn alle twee rond van letter, dus die passen mooi bij elkaar. En een A en een T, die zijn alle twee wat kantiger, die passen ook mooi bij elkaar. En dan gaan we eens iets dieper inzoomen op zo'n enkelvoudig bouwsteentje waaruit DNA bestaat, zo'n nucleotide. Dat kan een thymine zijn, een guanine, een cytosine of een adenine. En als we eens gaan kijken, dan kunnen we hier twee delen onderscheiden. We hebben hier de organische base, die zit centraal in ons DNA en die gaat de informatie bevatten, die gaat coderen. De sequentie van de bazenparen, die gaat de informatie met zich meedragen. We zien dan langs de buitenkanten hier die zwarte balkjes. Die zwarte balkjes die zijn vooral structureel, die zorgen voor de stevigheid van het DNA, de bescherming van die bazenparen die hier centraal liggen, en dat noemen wij de suikerfosfaatruggengraat. Dus we hebben hier centraal onze bazenparen in ons DNA liggen, die zijn belangrijk voor de informatie, en we hebben de suikerfosfaatruggengraat, die is vooral belangrijk voor de stevigheid en de structurele integriteit van ons DNA-moleculen. Als we dan onze suikerfosfaatruggengraat iets nauwkeuriger willen tekenen, dan zien we eigenlijk dat zo'n nucleotide een afwisseling is van dus een organische base die gebonden is op een suikermolecule. En tussen twee suikers vinden we dan een fosfaatgroep die de verschillende groepjes aan elkaar verbindt. We hebben een suikerfosfaatruggengraat en we hebben organische bases die centraal in ons DNA liggen. Samenvattend kunnen we zeggen, een nucleotide, de enkelvoudige bouwsteen van DNA, bestaat uit drie grote regio's.
Allereerst de organische fase adenine, cytosine, guanine of thymine, de informatiedragende eenheid van onze nucleotide, van ons DNA. Als tweede zien we dat die gebonden is op een suikergroep, de desoxyribose in het geval van DNA. In het geval van RNA gaat dat ribose gewoon zijn. En als laatste een fosfaatgroep. Over deze drie componenten waaruit de nucleotide is opgebouwd gaan we veel dieper in les 2. Dat was het voor de eerste les over DNA-opbouw. Vond je dit een leuke les? Geef dan zeker een duimpje omhoog. Maar alleszins bedankt voor het luisteren.